lelies, hortensia's en gladiolen. Dan, goedemiddag, ik wens je een hele goede vaartrit vanmiddag. Hallo. En daarachter de ondersteunende voertuig, een prachtige nieuwe Mazda. De wagen van het Rode Kruis, die is natuurlijk onmisbaar. We hebben er twee van in deze parade. De nieuwe Mazda met Lysianthus en Asparantus. En dan direct al de openingswagen. Je ziet alle thema's komen terug op deze wagen. Alle bloemen die in de parade zijn, alle soorten komen ook terug op deze wagen. Je ziet de bordjes, back to the middle ages, back to the future. Luister naar de muziek. Deze muziek gaat hier helemaal terug naar de 60-jarige. Dan onmisbaar voor het vervoer van onze migranten, de bussen met de drie toerkars meerijden. En de eerste is van de Koninklijke Beuk en is opgestoken door Mark van Eyck. De auto die eraan komt is van de oudste deelnemer, dat niet in leeftijd, maar het bedrijf wel al het langste meedoet bij het reisdoelstukkoers. En dat is van autobedrijf Jan Noord en Zelderwee uit Rijsdorp. Opgestoken door Wim de Winter, een reisdoelsarrangeur die er altijd weer wat moois van maakt. U ziet de nieuwe Ford EcoSport. En daarachter, kijk er eens, hij zit al te zwaaien. De voorzitter, dames en heren, van de Stichting Rijden en Bloemen, is Gerrit Ravenberg. Niet zo hard rijden, Gerrit, je gaat veel te hard rusten, maar... Onze voorzitter heeft met zijn auto Andreas-rijden, die heeft een gouden medaille gewonnen en wordt aangeboden door de VGB en de SLB. De VGB is de vereniging van Groot-Wagenaren en de SLB staat voor de stuurgroep Lijnrijder Bedrijven in Rijsdorp. Ja, niet weg te denken uit de reisbus Flowbreed. Voorop in de reisbureau. Vorig jaar tijdens de vieze wereldkampioen uit de Borstelstrijden worden. En voor de startmiddag onderwijs van de gaan we naar de
vierde oranje vereniging die onze gemeente kan nemen. Rijk is, dat is de oranje vereniging uit Rijnsburg. De rijder doet altijd mee met een auto van het autocentrum die helemaal in oranje is opgestoken. Oranje, rozen, gerbera's, gladiolen, maar er zitten ook, als je goed kijkt, oranje sinaasappeltjes ingewerkt. En appeltjes van oranje. Prachtige wagen van Piet van Rijn en Wil Peppelenbos. En wonnen ook een gouden medaille. Goedemiddag, Jan van Jaldi. Daarachter een van de auto's aangeboden door Ibis. Ibis Leiden Center tegenover het Centraal Station van Leiden. Een aantal Ibis hotels en hier zijn verschillende auto's hier aanwezig. Deze auto's allemaal prachtig wit opgesloten. Hortensia's, rozen, varia's en Antubius. En dan gaan we met de volgende Back to the Future. We hebben prachtige veel muziek. Back to the Future. De wagens aan de van de KLM en de Rijnsburg TV. Alles hier deze dag.